Herman, goedemiddag. Goedemiddag. Zou je je voor willen stellen? Zeker. Herman Groenewold, 43 jaar en getrouwd, 2 kindjes van 3,5 en 1,5. En inmiddels alweer 12 jaar woonzaam in Molenbrug. Molenbrug? Ja. En daarvoor ook opgegroeid in Molenbrug. Kijk. Wat dat betreft de roots wel in het dorp. Dus de roots komen ook hier vandaan? Ja. Wat is jouw functie en hoe lang doe je dat al? Binnen het Heuvelse Borgschap ben ik voorzitter en officieel doe ik dat nog niet. Officieel vanaf morgen, dan is de benoeming en het aftreden van de huidige voorzitter van Luc. Maar praktisch gezien sinds medio april ongeveer. Ja. Ja. Je geeft al aan, hè? Er komt een wisseling, maar het is wel een wisseling met een randje. Ja, het is de coronatijd natuurlijk, waarbij je niet een normaal seizoen hebt zoals we gehoopt hadden. Je hebt natuurlijk geen normaal zwemseizoen, al lijkt dat nu wel zo achter ons. Gelukkig kunnen we weer wat verruimen, waardoor we ook het oude Heuveltjes Bosbad gevoel een beetje kunnen opwekken. Maar tijdens vorig jaar in 2018, dat doen we voor dit jaar niet. Corona heeft natuurlijk heel veel beperkingen gebracht. Maar zijn er ook wat positieve dingen te benoemen die jullie als zwembad hebben ervaren? Nou, zwembad is dat nog lastig om te zeggen. Ik denk dat we gaan na het seizoen wel een evaluatie daarover houden van welke dingen willen we nu behouden. Persoonlijk denk ik voor mijzelf, het is wel een soort vliegende start geweest. Ja. Direct de headfirst erin om alles eigen te maken, omdat er zoveel regels en maatregelen zijn. Hoe ga je dat dan toepassen op het bad? En wat kunnen we wel en niet op het bad? Welke elementen van het bad kunnen we gebruiken? Eigenlijk pas sinds dit weekend zitten de duikplanken bijvoorbeeld weer op. Ja, dat soort kleine details, dat zorgt er wel voor dat je direct heel veel van het bad weet. Waar dat anders misschien een jaar of twee jaar had geduurd. Ja. Het is een bewogen seizoen. Als je nou vooruit kijkt en in het kader van de corona zie je steeds meer versoepelingen. Gaan jullie nog langer door met die seizoen of hou je dezelfde datum aan qua sluiting? Vooralsnog houden we vast aan de voorlopige sluiting op 5 september. De vraag is wel, afhankelijk van wat het weer doet, of we dan op dat moment nog langer open gaan. Vaak zien we dat de vakanties eenmaal voorbij zijn, schoolvakanties, dat bezoekersaantal dan ook wegvalt. Ja. Ik zeg nooit, maar vooralsnog zit dat niet in het vat. Nee. Investeren in de toekomst. Jullie hebben een nieuwe toren. Ja. Kan je nog wat zijn jullie van plan voor het komende seizoen? Hebben jullie daarover nagedacht? Nou, voor het komende seizoen verwachten we eigenlijk niks. Ik denk, dit jaar wordt een verliesjaar, dan gaan we flink verlies leiden, financieel gezien. Daar willen we eerst eens even een jaartje van bij komen. En dat jaar gaan we ook gebruiken om gewoon nieuwe plannen te maken voor de toekomst. Ja. Er zijn zat ideeën. Ook veel wilde ideeën en daar gaan we heel veel van sneuvelen. Zwembad van het jaar? Helaas is die verkiezing er niet meer. Nee? Nee, maar als die er zo zijn, ja, dan gaan we er natuurlijk wel voor. Maar jullie hebben wel gehad? We hebben 2 keer gehad. Ja, kijk. Ja, ja, daarom. We hebben wat om na te streven. Ja. Maar we gaan geheiten dat er nog nieuwe dingen in het vat zitten die we gaan uitvoeren. Nou, misschien voelt iemand zich geroepen om dat weer op te pakken, het zwembad van het jaar. Want ja. Ja, ik bedoel, als ik hier zo rondkijk, het is een prachtig zwembad. Naar mijn mening ook het mooiste zwembad van Nederland. Ja, nou die mening deel ik met je. Ja. Hey, kan je nog even vertellen, hoe zat het nou met het verdwenen bord? Ja, geen idee nog. We hebben hem in ieder geval weer teruggevonden. Ja. Hij lag op een gegeven moment in de schuur en ik heb de persoon zelf nog niet gesproken. Wat ik vermoed is dat hij ervan afgehaald is en dat ze hem voor aan de weg ergens in de berm hebben gegooid. En dat de vrijwilliger die hier met regelmaat gras maait, die maait ook de wegkant, dat hij hem daar gevonden heeft en in het schuurtje heeft neergelegd. Maar even voor de duidelijkheid, het is het Johan Hagemeijerpad. Ja. Kan je vertellen wie Johan Hagemeijer was? Johan was de badmeester voor Grades. En die is volgens mij ergens in de jaren 70 gevonden. Volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker, volgens mij was hij ook de eerste die met een vaste badmeester die in dienst is gekomen. Die heeft hier heel lang als hoofdbadmeester zijn werk gedaan. En hij is op een gegeven moment ziek geworden. En dat heeft ertoe geleid dat het bestuur toen heeft gezegd, we gaan dat bad naar hem vernoemen. Oké. Okay. Ja. Wil je nog iets meegeven voor de kijkers? Om ze zeg maar hier naartoe te krijgen?
Nou, ik zou zeggen, kom vooral, ook in deze tijd. We hebben alle maatregelen op orde. We houden het steeds scherp in de gaten. Dus in principe hoeft er niks in de weg te staan om naar het bad te komen. Het belangrijkste is natuurlijk wel reserveer vooraf. Zorg dat je een plekje krijgt. Nu is dat nog 350, maar als iedereen zich aan die regels houdt en aan die afstandsregels houdt, dan kunnen we dat ook verruimen en dan kunnen we meer mensen kwijt. Kom vooral, als je komt, hou je dan aan de regels. Dan kunnen we er nog een leuk zwemseizoen van maken met z'n allen. Dankjewel. Dank je. Ik ben Natanja en voor dit seizoen voor het eerst werkzaam hier in het Heuveltje Bokkel. Ja, mooi. En waar kom je weg? Ik woon nu in Lenevaart, maar ik kom oorspronkelijk uit het Gooi. Daar ben ik geboren en getogen. Daar ook al werkzaam geweest, altijd in de zwembadwereld. Ja, dus je hebt een hoop ervaring. Ja. Maar wat ben je nu? Ben je locatiemanager of ja, badjuffrouw? Ja, locatiemanager. Oké, okay. Maar wat is het verschil? Als badjuffrouw dan kun je lesgeven of alleen toezicht houden. Dat is een keuze aan het badpersoneel wat ze kunnen. Dan sta je meer zeg maar, ook aan het bad. En als locatiemanager moet je wel zeg maar regelen dat alles loopt. Ik kom in overleg met het personeel en met degene die bij het bad werkzaam zijn. Maar ook de techniek, de machinekamer, het hele rijlen en zeilen om het zwembad heen. Zorgen dat alles het hele jaar door loopt, netjes is, verzorgd is. Maar dat doe je met een team? Dat doe je met een team, ja. Alleen gaat dat niet lukken. Nee. Je hebt een wisseling meegemaakt? Maar het is een wisseling met een randje. Ja, een naar randje. Een naar randje. Ja, het is niet anders. De corona heeft een heleboel roet in het eten gegooid. Gratis is niet veel op het bad, dus dat is ook de overgang zoals we hem hadden gewild met z'n allen. Dat is niet gelukt. Dus dat is even raar beginnen. Ja. Gelukkig kunnen we nu met de corona wel weer wat bieden. En je ziet het, gelukkig is de gang daar, dus het zwembad er ook weer. En dat is wat we willen, dat is wat we zoeken. Ja. Hey, het seizoen 2020, je gaf al aan, hè, door het corona heeft beperking. Waar heb je last van gehad en wat zijn de positieve dingen nu? Nou ja, waar we last van hebben gehad is dat mensen gewoon heel, heel beperkt konden komen. En moesten reserveren. Hè. De reservering zit er nu nog op. Maar we hebben gelukkig uit kunnen breiden naar nu 350 man. En zo mondjesmaat als dat goed is, kunnen we uit gaan breiden naar 500. En ja, weet je, de regels, je moet toch de veiligheid in de gaten houden. En de veiligheid op 1,5 meter afstand is gewoon een ding. Wat nu ook gewoon nog moet. Dat is waar mensen zich aan moeten houden. Wij proberen het zo goed mogelijk aan te geven en zo goed mogelijk uit te zetten. Je kan gecontroleerd worden en dan moeten we zeker niet aan zorgen dat dat niet in orde is. Dus we zorgen aan alle kanten dat we dat in ieder geval kunnen garanderen. Door de mensen erop aan te spreken, door het goed van tevoren uit te leggen. En met die reservering om dat goed te kunnen managen. Ja. Seizoen 2020 zit er bijna op, zeg maar. Heb je al plannen voor 2021? Wat zou je als persoonlijke inbreng kunnen doen? Nou, wat in ieder geval wat voor mij is dat ik de winter het bad netjes wil houden en goed wil houden. En nogmaals, dat is voor mij nieuw. En dus daar komt een hoop bij kijken. Er zijn bijvoorbeeld de beleiding rond de duikkuil moet opnieuw geverfd worden. Zo zijn er allerlei dingetjes die gedurende het seizoen gaan opvallen en gaan bekijken van joh, kan er iets beter? Moet er iets aangepakt worden? We willen bijvoorbeeld de machinekamer, daar willen we misschien iets aan uitbreiden. Maar dat zijn plannen die zijn nog niet helemaal ontwikkeld, maar dat zijn wel ideeën die liggen. Babyzwemmen? Babyzwemmen is een ding, ja, kan zeker. Dat ja. Heb je ervaring mee, hè? Ja, heb ik ervaring mee. De aquasport zijn we nu al gepakt, hè? Dus het trimzwemmen op dinsdagavond, maandagochtend, maar ook daarin de aquaspinning. Ik heb veel ervaring zelf met groepsles, dus aquasporten. Dus ook een van de mooiste dingen die ik leuk vind in de zwembad. Maar ook de spelen, hè, de zomerspelen, zitten eraan te komen. Gelukkig komt de KNZB 2 dagen hier voor een programma neerzetten. Dus dat soort dingen, dat gaat nu leven en dat gaat borrelen. En volgend jaar pakken we dat zeker weer helemaal vol. Ja. Zou je de kijkers nog iets mee willen geven om ze zeg maar, hier naartoe te halen? Ja, ik zou zeggen, kom. Hè, want
want dat is, hè, mensen twijfelen nog van ja, is het wel veilig? Ja, het is veilig, daar staan we ook garant voor. Reserveer, kom gezellig weer. Je ziet hier achter me het begin, het is de eerste dag mooi weer en het begint al aardig aan te trekken. Dus kom gezellig, reserveer, kijk of je er nog bij past en we gaan voor een mooi seizoen. Dankjewel. Graag gedaan.